krijg wel eens de vraag, als een grafiek eruit ziet zoals dit, en zeker bij Bitcoin die zo hoog is. Fabian, de Bitcoin is zo hoog, is het verstandig om te kopen nu? Of hij heeft een pullback gemaakt, hebben we nu een instapmoment? Nou, het korte antwoord is nee. En ik zal je uitleggen waarom. Want als je wil overleven in handelen met door middel van de technische analyse, of dat nou cryptocurrency is, of in olie, of in goud, of whatever, dan moet je echt wel aan een paar regels houden. En ten eerste heb je een gebied van waarde nodig om een instapmoment te maken. En nou ja, in mijn programma's is dat als een rode draad, gaat dat er continu heen. Waar zit dat gebied van waarde? Gebied van waarde is een plek waar alle bullish signalen bij elkaar komen, of alle bearish signalen bij elkaar komen. En daar zit pas je instapmoment. En met een paar candletjes heb je gewoon geen gebied van waarde. Dus hier heb ik niks aan. Hè? Bitcoin hier een pullback heeft gemaakt en de opvolgende candle is hier groen. Van huppakee, nou, dit is de pullback en dan gaat hier weer omhoog. Er is no way of telling that. Ja, het zou kunnen. Hè? En als die omhoog schiet, ik heb geen instapmoment. Ja, dan ben ik te laat. Zo gaat dat. Maar gelukkig hebben we honderden altcoins waar je een hele mooie analyse op kan maken. Waar je wel dat gebied van waarde kunt vinden. Hè? Waar je je zogenaamde edge moet vinden. En een edge is een voordeel in de markt. Dus dat kan dat gebied van waarde zijn met een heel mooi candlestick patroon en een breakout of wat dan ook. Maar een edge kan ook even iets heel anders zijn. ik vind het altijd heel moeilijk om uit te leggen. Ik heb een definitie gevonden, die heb ik vertaald en op mijn website geplaatst. Kijk even op tradingdash.com/begrippenlijst en zoek even naar edge. Misschien kan jij er wat moois van maken. Maar dus dit is voor mij gewoon te weinig informatie om te bepalen of ik hier iets instap. Wat wel fijn is, is dat het is niet per se opwaarts, maar het is ook niet per se neerwaarts. En als die niet per se neerwaarts is, dan is mijn principe, dan kan ik gewoon longs plaatsen in mijn altcoins. Dus zolang dit zo blijft, kan ik longs plaatsen in mijn altcoins. Wat ook een kenmerk is, what goes up must go down. Dus ik ben wel voorzichtig. Ik ga niet 6, 7, 8 trades lopen, openen, hoe mooi ze ook zijn. Want de kans bestaat dat hij naar beneden gaat. De kans bestaat ook dat hij naar boven gaat. Maar je moet zoveel mogelijk als mogelijk grip krijgen op wat jij aan het doen bent. En als je dingen niet zeker weet, moet je dingen gaan uitsluiten. ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Zelf vind ik soms dat ik steeds vager wordt. Maar dit is het met traden. Je wilt duidelijkheid hebben. En als je hiernaar zit te staren en je hebt geen duidelijkheid, ja, dan moet je gewoon verder. Dan moet je verder zoeken naar een andere trade. Of je moet wachten tot die duidelijkheid er wel is. Want anders ga je het gewoon niet redden. Er is no way of telling of deze dus omhoog gaat of naar beneden gaat. Het kan gewoon allebei de kanten. En het maakt mij ook niet uit. Weet je, ik zie het wel. En wat dus belangrijk is, is dat je dan naar altcoins toe gaat waar je wel dat goed kunt zien. Even kijken of ik toevallig wat heb. Ik ben even staak een beetje stil de laatste week met traden, omdat ik bezig ben met andere werkzaamheden. En ik wil altijd mijn hoofd erbij houden, wil ik een goede trade plaatsen, want anders heeft het gewoon geen zin. Dan is het niet meer stressvrij. Dus even kijken. Nou ja, ik zie ook niet direct een daar ga ik het te diep op in voor nu. Ja, deze is ook al lange groene candles. Weet je, die is al weg uit dat gebied van waarde. Dan kan je wel zeggen, hij heeft hier een breakout. Ja, dat klopt. Ik heb liever in zo'n markt dat ik hem hieronder ergens beetpak. Dus dat hij weer terugkomt naar onder. En hier duidelijk laat zien dat hij die trendlijn pakt. En daar weer bounce. Dat heb ik liever. Dan gewoon echt die duidelijkheid in de markt. Voor zover de markt duidelijk kan zijn. En anders moet je het jezelf niet moeilijk maken door te denken van, nou, hij is hier omhoog gegaan. Bitcoin heeft de potentie om gigantisch hoog te gaan. Dat zal mogelijk echt nog wel gebeuren. Maar niet op basis van dit. Er moet gewoon meer candles komen. En er moet een level komen. En vervolgens
dan moet hij uitbreken en dan weer met een pullback en dan komt er een volgend level en zo gaat hij gestaag omhoog en dan als hij dan druk opbouwt en dan knalt daar er weer uit, dan heb je die candles die weer omhoog gaan. Dat is waar je eigenlijk op let. En van mij hoeft Bitcoin niet nu enorm omhoog. Ik heb liever zijwaarts. Stabiel zijwaarts en af en toe een leveltje omhoog. Want dan zijn de altcoins super interessant om in te handelen. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk maakt. Oh ja, en dat ook nog wel eens gebeurt. Dat mensen dan over deze paar candles meer duidelijkheid willen. En dat je dan naar de 4 uur grafiek gaat. Of naar de 1 uur grafiek. Ja, weet je. Je hebt hier wel meer candles om te analyseren. Maar de lagere tijdframes, dat is gewoon veel lastiger te voorspellen. Maak het jezelf niet zo moeilijk. Kijk hier naartoe. Hier heb je te weinig candles. Dus je moet voor wat betreft Bitcoin moet je wachten. Ga lekker naar de altcoins waar je wel een goede edge kunt vinden. En dat gebied van waarde kunt aanwijzen. Waar je mooie candlestick patronen hebt. Waar die mooi bounced op een trendlijn of wat dan ook. En pak daar je instapmoment. En hou alleen Bitcoin in de gaten dat hij niet verder naar beneden gaat drukken. Hè? Dat hij druk opbouwt naar beneden of hier onder de low van gisteren voorbij schiet. Want dan moet je misschien eventjes op de rem trappen. Even wachten, kijken wat Bitcoin doet tot je daar meer duidelijkheid hebt. En dan die andere trade pakken. Want anders is het zonde. Het gebeurt maar al te vaak. En lang niet altijd, maar al te vaak dat als Bitcoin naar beneden gaat, dat hij wel altcoins naar beneden trekt. En dat wil je voorkomen. En op dit moment maakt Bitcoin nog niet die aanstalten. Dus als je echt een goed laag instapmoment kunt vinden in een altcoin, zou ik hem pakken. Nou, tot zover deze video. Ik wens je een heel fijn weekend en later.